eerst leren van jullie, van de kennis. Ik zal eerst even voorstellen. Ik ben Joost Hollaert, ik ben voorzitter van de Schouw. En dan hoort bij dat ik jullie allemaal netjes ga installeren samen met jullie leiding. Dus nou, ik hoop dat jullie al een beetje goed geoefend hebben vandaag. Ik zie al veel briefjes nog, hè? Ja! Bijvoorbeeld. Wat wel leuk is, jullie worden zo meteen geïnstalleerd samen met jullie leiding. Alleen die zijn nooit zelf geïnstalleerd. Het verkennen trekt er samen met anderen op uit, om de wereld om zich heen te ontdekken. Het verkennen trekt er samen op uit. Oh nee, met... Het verkennen trekt er samen met anderen op uit, om de wereld om zich heen te ontdekken. Hij is eerlijk, trouw en houdt vol. Hij is spaarzaam en sober. En hij heeft zorg voor de natuur. Hij respecteert zichzelf en zijn vrienden. Dat de wereld om zich heen te ontdekken. Met deze meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, trouw en houdt vol. Een scout is spaarzaam. En zo goed voor de natuur. Kijk Joostjes aan. Een scout. Zelf een ander. Jullie hebben nou echt een verkennerleiding, want anders hadden jullie nog wel een verkennerleiding gehad. Dat kan natuurlijk. Loesjes! Nou ja, goedemiddag allemaal. Wat Joost zegt klopt niet helemaal. Want hij zegt, we gaan jullie installeren. Nou, dat is dus wel maar de vraag. Jullie moeten vandaag winnen van je ouders met een spel. En die gaan zo meteen aan die kant achter de tafel staan. Jullie gaan met z'n allen daar achter staan. En de bedoeling is dan om van je ouders met een spel te winnen. Lukt dit? Worden jullie geïnstalleerd? Lukt het niet? Is het heel kort hier. Zijn de sinaasfles? De ouders zijn de colafles. En jullie moeten proberen om samen ook op vakje 15 te komen. Wie zit op vakje 15 is, heeft gewonnen. Je gaat telkens één vakje verder. Als je een vraag goed hebt. En het kan zijn dat ik een vraag aan jullie stel. Het kan zijn dat jullie iets moeten uitbeelden, één van jullie. Of het kan zijn dat jullie iets moeten tekenen op het bord en dat de anderen het dan moeten raden. Dan hebben jullie ook weer een vraag goed en ga je een vakje vooruit. Na elke vraag of uitbeelden of tekening gaat de beurt naar de ouders en andersom. Dan mogen jullie nu iemand uitkiezen. We gaan met jullie beginnen. Mag ik ook wisselen? Eén iemand van jullie moet nu antwoord geven. Wie wordt dat? Heeft iemand daar zin? Rob? Roel? We gaan eerst samen overleggen. En jij geeft uiteindelijk het antwoord. We beginnen natuurlijk heel erg makkelijk. Maar wel heel erg belangrijk. Wat zijn onze voornamen van de leiding? Ik ben zo steeds Tommy! Meestal is het niet zo. Tommy niet. En hoe heet hij? Nee, dat is niet mijn voornaam. Erik! Heel goed! En heb je 20 seconden om het te tekenen. Die laten zien, niet aan. Die laten zien, hallo. Wordt zo makkelijk. Zeg even. Ik mag ook een heel bord, man. Ja, en go. Vierkant. Laat rijden, jongens. Los, mag nooit rijden. Een van de ouders mag tekenen. Mama, 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 mama. Nee. Ja, je hebt wel een
Nou, dit is het. Ik zal weten of u gaat toekrijten, in gaat kleuren. Nou, zet hem op, hè? 20 seconden. Autogarage waar Tommy de Jong werkt. Oh, dat is een beetje 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 een beetje